En Stichting Brein heeft ervoor gezorgd dat een grote Nederlandstalige AI-dataset offline is gehaald. Want de gegevens ervan zouden illegaal van allerlei Nederlandse sites zijn getrokken om de modellen te trainen. Bastiaan van Ramshorst is directeur bij Stichting Brein. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke informatie zat in die dataset? We hebben na een tip die AI-trainingsdataset onderzocht. En bleek dat er tienduizenden illegaal gekopieerde boeken in zaten van werkelijk talloze Nederlandse auteurs, van praktisch alle Nederlandse uitgevers. En daarnaast ging het om miljoenen regels gekopieerd van bekende nieuwssites en ook ondertitels van films en tv-series uit illegale bron. Ja, grotere AI-bedrijven lijken toch wel soepel met het auteursrecht om te gaan. Hè? Ja, de Amerikaanse krant The New York Times klaagde eerder al succesvol OpenAI aan. Die zaak is uiteindelijk geschikt. Wordt misbruik eigenlijk niet goed genoeg bestraft? Goede vraag. In de VS lopen verschillende rechtszaken. Inderdaad onder meer over de vraag of een AI-model getraind mag worden met informatie die vrij op het internet staat. De Europese regels daarover zijn wat duidelijker dan in de Verenigde Staten. Want je hebt daar een fair use-uitzondering die wij hier niet kennen. In Nederland en in Europa geldt sowieso dat er niet getraind mag worden, dat er niet gekopieerd mag worden uit illegale bron. Dus als jij boeken uit een illegale bron haalt, dan mag je die niet, niet kopiëren uit illegale bronnen gebruiken voor een AI-model. Ja, en we hebben de AI Act nu in Europa, toch? Lost dat het probleem ook niet op dan? Deels. Die AI Act die is wel in werking getreden, maar nog niet alle onderdelen van die wetgeving die gelden nog. Maar als die straks gaan gelden, dan geldt er onder meer een transparantieverplichting. En dat betekent dat alle AI-modellen die in de EU straks worden aangeboden, dat die verplicht zijn om inzichtelijk te maken waarop deze zijn getraind. Mm-hmm. En als dus jouw content erin zit, dan kan je daar nog tegen doen. Alleen die transparantieverplichting die geldt nog niet. Dat gaat in augustus 2025 voor nieuwe modellen en pas in 2027 voor bestaande AI-modellen. Dus we zitten nu nog een beetje in een vacuüm. Maar het illegale bron mag het in ieder geval niet. Oké, maar laten we dan ook even in oplossingen denken. Daar zijn we van hier bij BNR. Ja, als we dan ook succesvolle AI-modellen willen hebben, ja, dan moeten ze uiteindelijk wel getraind worden op heel veel data. Hoe kunnen we daar dan voor zorgen? Om duidelijk te zijn, brein is niet tegen artificial intelligence. Het is alleen het onrechtmatig en het inbreukmakend gebruik van AI waar brein tegen is. En inderdaad, die AI-modellen moeten getraind worden met goede kwaliteit content. En dat kan ook. Alleen dat betekent dus dat je in ieder geval niet uit illegale bron moet halen, maar uit legale bron. En dan moet je afspraken maken met de rechthebbende op die bron. En er zijn wel voorbeelden. Recent heeft de Financial Times ook een licentiedeal gesloten met ChatGPT. Dus dat kan er gewoon. Dat kan. Waar het om gaat en waar brein voor staat, is dat dus de rechthebbende kan bepalen van ja, ik vind het goed dat AI-model mijn content gebruikt of niet. En als je het goed vindt, tegen wat voor vergoeding? Dank, Bastiaan van Ramshorst, directeur bij Stichting Brein.